Hey, welkom bij het kanaal Tarot en Zo voor deze clip over sterrenbeelden. En welk sterrenbeeld is het minst in evenwicht, het minst in balans? Heel erg spannend. Welkom, als je nieuw bent, mijn naam is Annemiek Nu. Mijn naam is Annemiek Nieuw. ik wil je graag er even op attenderen dat ik een clip heb gemaakt over mijn autistische zoon. Ik heb hem thuisonderwijs gegeven, hij is nu volwassen. En het is een succesverhaal. Dus mocht je interesse hebben in thuisonderwijs geven, mocht je dat gedaan hebben tijdens corona en denken, is dat mogelijk? Mag dat wel? Hoe zit het allemaal in elkaar? Die clip is een goed begin daarvoor, ja. En ik wil ook iedereen, nieuw of oud, of gemiddeld, erop attenderen dat ik voor april een astrologische voorspellingsclip heb gemaakt. Mega leuk, fantastische maand weer, net als maart. En de clip van Jaar van de Tijger is er natuurlijk ook nog steeds. De jaarvoorspelling van de tijger. Check ook af en toe, bijvoorbeeld nu, na één kwartaal 2022, wat er bij het sterrenbeeld gezegd is van jou, van de jaarvoorspelling voor jouw sterrenbeeld. En dat was het. Laat ik overgaan tot het onderwerp van deze clip. Er zijn drie sterrenbeelden die met evenwicht te maken hebben. Namelijk vissen, tweelingen en weegschaal. Bij weegschaal is het natuurlijk overduidelijk. Oh, ik ga weer een clip. Nog weer een clip aanraden. Namelijk van twijfelkont naar bofkont. Mocht jij een weegschaal zijn of van jezelf kennen dat je nogal alles altijd kan afwegen, zeker mentaal, omdat je een luchtteken bent met weegschaal, dan is die clip absoluut iets voor je. Tweelingen, weegschaal en vissen zijn de drie sterrenbeelden die in hun symbool een paar hebben. Twee, namelijk twee kommen, dus een letterlijke weegschaal, twee vissen en twee mensen die bij elkaar, nou ja, horen. En wat dat betekent is dat voor die sterrenbeelden contact met mensen één op één belangrijk is. Dus het werken in paren, dat is belangrijk. Deze mensen die zijn altijd al wel bezig met dingen in evenwicht brengen. Op een of andere manier hebben jullie het juist, ook weegschaal, in je om in evenwicht te zijn, om gebalanceerd te zijn. Dus jullie drie zijn het niet. Ik weet niet of jullie hebben zitten te gokken van tevoren van, hey, welk sterrenbeeld zou dat kunnen zijn? Het is schorpioen. Het is de schorpioen. Want weet je, een schorpioen, eigenlijk op twee manieren, dat een schorpioen het minst in evenwicht is. Het eerste heeft met zijn persoonlijkheid te maken en het andere heeft met een, ja, ook meer karakter, echt met meer in de diepte. Het innerlijk, hoe zeg je dat? Van de essentie van een schorpioen te maken. Het eerste zit hem er namelijk in dat jij als schorpioen, een schorpioen, dat die of mega intensief is of volop ervoor gaat, helemaal bezig is met iemand, continu met de aandacht bij een persoon is of bij een bepaald traject is of bij werk is of bij wat dan ook. Volledig geobsedeerd. Of een schorpioen is 100% fuck off, rot op, geen zin in, afkappen. Gewoon helemaal afkappen. Ik stop ermee, ik doe het niet meer en dan 100%, gewoon keihard. Kan ook heel gemeen zijn, kan heel gemeen ook overkomen, omdat je als schorpioen kan switchen heel erg snel tussen die twee. Dus ene moment ben je er helemaal. En het andere moment ben je er helemaal niet. Dat creëert een onevenwichtigheid in jou. Wat heel erg lastig is voor een schorpioen. Als je een schorpioen kent, dan herken je dit vast wel. Misschien een kind die schorpioen is, dat je je afvraagt, hoe kan het nou? Ze heeft gekozen, hij of zij, voor een bepaalde studie. Of een bepaalde hobby, een bepaalde vereniging. Helemaal ingedoken, hartstikke leuk. Alles op internet erover opgezocht. Alles erover besteld wat maar mogelijk was. En mocht van de moeder en vader. En vervolgens, doe het niet meer. Gewoon helemaal hoe zeg je, de kont tegen de kribben gooien. Gewoon helemaal. Ja,
Dat is schorpioen. Wat een schorpioen ook heeft, is de twijfel, de inherente twijfel, of die eigenlijk wel gelukkig wil zijn. Je kan er eigenlijk altijd weer op rekenen dat een schorpioen zichzelf saboteert. Zichzelf chanteert. De dingen kapot maakt voor zichzelf die hij net was gaan opstarten. Bij de ene schorpioen is het erger, zou je kunnen zeggen, dan bij de andere. Uiteraard, het hangt helemaal vanaf van de rest van je sterrenbeeld, van je geboortehoroscoop. Je kan niet zeggen, ik ben schorpioen of ik ben dit of dat. Je bent het geheel. Jij hebt net als iedereen alle planeten in je geboortehoroscoop. En hoe verfijnder je kijkt naar een geboortehoroscoop, des te meer je eruit kan halen. Je hebt lagere sterrenbeelden, zoals ik dat dan noem, en hogere sterrenbeelden. De lagere schorpioen die zit dus in elkaar, wat ik net zei. Maar de hogere schorpioen, en dan hebben we het ook weer meer over het transformeren. Hè? Een schorpioen die moet veranderen, wat natuurlijk ook over onevenwichtigheid kan zorgen voor. En een schorpioen, als die dus wat verder ontwikkeld is qua persoonlijkheid, maar dan heb ik het eigenlijk vooral over het spirituele pad. Ik doe zo, want ik hou niet zo van dat woord. Want er is eigenlijk niets op aarde wat gespiritualiseerd kan worden. Want het woord spirit zit in spiritualiteit. Dus alles wat met deze aarde te maken heeft, heeft niet met spirit te maken. Dus een spiritueel pad vind ik dan net kunnen, omdat het naar het proces verwijst van volledig vastzitten aan de materie, aan het ego en alles wat daarmee te maken heeft. En dan vanaf daar op weg zijn naar vrijheid, terug naar huis met een hoofdletter H, terug naar God, als je dat een mooi woord vindt. Ik wel. Ja, als je een hogere schorpioen bent, dan zit die onevenwichtigheid er eerder in tussen, ga je nou wel vertrouwen om terug te gaan, om terug te kunnen naar God? En wil je dat eigenlijk wel? Of vind je het geheel, het geheel van bewustzijn over ellende, eigenlijk wel heel erg prettig? En als je nog steeds kijkt en je bent geen schorpioen, hier iets voor iedereen. Iedereen heeft dat eigenlijk wel in zich, hè? Als je eerlijk bent, eerlijk naar jezelf durft te kijken. We vinden eigenlijk allemaal pijn wel voor een deel fijn. Want zodra we pijn hebben, bijvoorbeeld als je je ergens hard aan stoot, een reflectie die je hebt, en mocht je in reïncarnatie geloven, die heb je al zo lang in je, die zit al zo diep in je DNA, want die draag je echt al 10.000 levens met je mee. Dat je, of honderden of tientallen, hangt er vanaf hoe oud je, nou ja, hoe vaak je al gereïncarneerd bent. En nee, het is geen wedstrijdje. Ik vermoed dat als je je aangetrokken voelt tot mijn kanaal, dat het tenminste duizenden zijn. En sommigen zeggen als van, oh, ik heb gehoord dat ik hoge priesteres ben geweest. Ja, fuck it, dat zijn we allemaal. Weet je, dat zijn we allemaal. We zijn allemaal heel, heel bekend geweest, heel erg machtig geweest en helemaal onderdanig en in de put gelegen. We hebben allemaal mensen verkracht en zijn verkracht, mensen gedood en hebben gedood. Om het even heel leuk te maken nu. Dit is behoorlijk schorpioenachtig wat ik nu nog vertel. Maar ik wou dus iets vertellen over jullie allemaal. Dat als je dus pijn hebt, dat er dan iets in je zit dat zegt, oh wat fijn, want hier kan ik iets mee. Hier kan, nu kan ik mijn kracht laten zien. Ik kan dit overwinnen. Maar de kracht waar je het dan over hebt, is het ego. Je versterkt er het ego mee. En dat wil je niet. Je wil de liefde in jezelf ontdekken. Erkennen, herkennen. Eerst herkennen, Annemiek. Herkennen, erkennen en verdiepen. En vooral schorpioen dan nog eens, die wil het verdiepen. Die wil alles verdiepen. Die wil overal intensief mee bezig zijn. Maar doe dat dan vooral met je innerlijk, met je eigen hart. Oké, dit is een clip wat misschien een beetje verwarrend is. Wat niet zo, hoe zeg je dat? Het heeft niet echt een einde van, ja, we gaan ervoor. Zoals de maandvoorspelling van april. Dus ik verwijs jullie naar andere clips van mij, mocht je nog zin hebben om te kijken. In elk geval heel erg veel liefs. En heb een goede lente. Yes. Ciao.